Wat een jaar! Wat een jaar! Gaat snel, hè? Ja, ja, ja. Wat een jaar! Wanneer je lol hebt. Jongen, wat een jaar! Dat ga je nu zien, want dit zijn de hoogtepunten van het afgelopen jaar. We hadden er ook een video van 6 uur van kunnen maken. Maar het is een minuut geworden. Ja. Wat een jaar! Ja, je vraagt je toch af waarom we hier een radio-ding mee gewonnen hebben, maar kijk er lach mee. Wat een jaar! Wat zeg je nou? Mijn buurman is verliefd op mij. Is jouw buurman verliefd op jou? Waarom denk je dat? Maar waarom denk je dat? Ja, we hadden het laatst over... Maar wacht even, waar? Jullie kwamen elkaar tegen met velders aan de weg. We hebben een gezamenlijk voortuintje. En toen had ik verteld dat ik op een gegeven moment vrijgezel was en dat ik op zo'n dating site zat. Dus we kunnen elkaar daar tegenkomen. Ik zeg, ja, je moet ook op die site gaan. Maar goed, volgens de kinderen ook. Ja, ze, ik weet niet. Hij maakt af en toe van die opmerkingen. Ja, hij is hartstikke lief. Wat voor opmerkingen? Hij doet ook altijd mijn tuin erbij. Ja, doet hij jouw voortuintje ook altijd? Ja, maar niet je achtertuin. Niet de achtertuin, alleen mijn voortuin. En wat is zijn specialiteit in de voortuin? Ja, schoffelen. Knippen. En scheren. En zaaien. Ja, alles inzaaien. Oh, gek. Ja, Florentien, wat zit erin? Het nieuws, hè? De buurman zit erin. Goedemorgen, luisteraars van 538. Ja, het is alweer woensdag, de week die vliegt. Zo zitten er twee man, zitten op kantoor en die ene zegt, ik zal wel even een weekje vrij willen. Ja, zegt die andere gozer, hij zegt, de kibbel schudden. Hij zegt, ja, we zijn geraardige baas van ons. Hij zegt, je krijgt een dag vrij op kantoor hier, joh. Hij zegt, dat gaat niet lukken. Hij zegt, ik heb een mooi plannetje. Die klimt zijn bureau op, haalt een tegel uit het plafond. Die klimt het plafond op en die gaat onder zijn boven hangen. Als een vleermuis. En die gaat heen en weer en het zwieberen. Toen zegt die andere gozer, als we een bejaarde aan het doen. Hij zegt, ik ben een lamp. Hij zegt, man, je bent helemaal gestoord. Komt die baas, die komt binnen. Die zegt tegen die gozer, wat ben jij nou aan het doen? Hij zegt, ik ben een lamp. Hij zegt, kom naar beneden, je bent niet goed bij je hoofd. Je draait helemaal door, neem jij een week vrij en ik zie je volgende week wel weer. Dus die gozer die gaat er vandoor. En die andere gozer die pakt zijn jas, vaart zijn laptop in elkaar, doet hem in zijn tas. Zegt die baas, wat ga jij doen? Zijn jas zit hier in het donker, kan ik niet werken. Wat is gepast om aan je broer of zus te geven? Wat geef je gemiddeld? Dat is wel even leuk om gewoon even een klein onderzoekje onder ons te luisteren. Evelien, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ga jij hiermee om als het om gaat, of familie zeg maar? Hoeveel geef je eraan? Nou, ik heb 11 broers en zussen. Zo. En ik denk ook misschien dat jouw broers en zussen, die hebben ook weer kinderen. Dus jij bent ook meerdere keer tante wellicht. Dan je bent een godsvermogen. Komt er ook nog eens bij. Maar hoeveel verjaardagen heb jij in het jaar, Evelien? Dat loopt in de tientallen. Elke maand 2-3. Dat is heel erg hoor. Dus, gewoon dus je werkt eigenlijk voor die ene bitterbal. Bij de meeste krijg je nog niet eens een bitterbal. Hier is het altijd. Het kan niet gek genoeg. Nee, en ga je bij een ander, dan krijg je een glaasje 3S limonade. En hier is het Coca-Cola. Ja. Zo weet ik dat nou eenmaal. Maar als jij jouw verjaardag viert... Oh, jouw weekenden zijn gewoon... Nee, maar dan heb jij gewoon 80 man over de vloer. Leuk, is zo'n grote familie. Ja. Nee, dat is helemaal niet leuk. Nou, moet ik ook wel zeggen dat we er een paar gedeserteerd hebben. Dus je kan niet met alle 11 vriendjes zijn. Dat gaat gewoon niet. Oh, je hebt ruzie ook met een paar? Ruzie is meningsverschil. Te staan voor de deur en dan blijven ze staan. En voor de rest, Dit is gewoon dit is een vrouw naar mijn hart. Want die zegt nou precies zoals het overal gaat. Met de ene jullie zijn een zender naar mijn hart. Dus elk huisje heeft zijn kruisje. Nou, dat is sowieso hoor. Ja. Maar Evelien, dat hebben we... Jongens, het kruis groot hoor. Je woont in een groter. Je woont in een kerk, begrijp ik. Maar Evelien, dat klopt. Wij hebben daar nog steeds niet eigen. Hoeveel geef je dan aan die broers en zussen? Welk bedrag? 15 euro. Vind ik nog veel. Maar wat kan je nou... Ja, maar luister. Wat kan je nou in hemelsnaam kopen voor 15 euro? Niks. Ja, wat kan mij er voor rotten als ze ermee doen? Dat is toch wat ze willen? Ja. Evelien. Dat ze gooien het op één hoop en de meesten die zuipen en roken, dus gaat toch op. Ik drink niet, ik rook niet. Ik bedoel, ik ben gezellig van mezelf. Ja, dat is niet open. Dat is...
Daar bestaat geen twijfel over. Vrijdag 1 september. Ja, de ChristenUnie wil dat er op kermissen een verbod komt op het winnen van de populaire piemelknuffels. Volgens de producent gaat het gewoon om een lichaamsdeel en is een piemel niets anders dan bijvoorbeeld een arm. Volgens mijn vrouw valt dat wel mee. Mijn dochter is laatst na een kermisbezoek ook thuisgekomen met zo'n enorme lul. Hij rijdt op een scooter en heet Kevin. En de laatste. En terecht dat ze dat verbieden. Een mannelijk geslachtsdeel hoort niet thuis in een omgeving met kinderen. Aldus acteur Thijs Reumer. Verder is er een nieuwe trend, moet ik ook nog vertellen. Ja. Hashtag No Poo Challenge. Steeds meer mensen die laten namelijk zeep en shampoo bij het douchen achterwege. Het is inmiddels een soort ware hit geworden op social media. Ja, mensen gaan vertellen op TikTok van kijk, ik ben al 6 weken, heb ik geen zeep. Maar dat heet No Poo? Ja, van shampoo. Oh, shampoo. Jullie met doucheschuim wassen? Ja, ja. Altijd. Doucheschuim en shampoo. Oh, ik doe wel, als bijvoorbeeld shampoo gebruik ik ook als voor mijn lichaam. Ja? Ja, ik ook. Dat maakt toch niks uit? Dat maakt niet zo uit. Staat gewoon wat anders op de label. Maar jij was met washandje toch, Rick? Ja, met washandje. Heerlijk. Voorlangs, achterlangs. Oh, even eraan ruiken. Even eraan ruiken ook. Maar weet je wat raar is? Jullie vinden het dus vies dat ik met een washandje doe, maar jij gaat dus met je hand erin. Ja, maar daarna spoel je hand toch af? Ja. Jij gaat met je hand door je poepert? Ja, zeker. Ik maak alles gewoon netjes schoon met mijn hand. Ja. Met je hand? Ja, met mijn hand, Rick. Jij zit toch ook met je vingers in je navel? Ja. In mijn navel? Ja, jij weet altijd dat die stinkt. Ja. Nee, maar je navel, wat anders dan je poepert lijkt me. Ja. Maar als je zak was dan? Doe ik met washandje. Altijd een washandje. Ja. Ja, ik vind een washandje zo ongelooflijk. Het washandje 1950. Ja. Ja, dat zal best. En hoe vaak was je dan het washandje? Elke dag. Elke dag een schoon washandje. Natuurlijk. En laat je hem dan drogen ergens? Want je moet je washandje ergens kwijt die je net door je In de wasdroger? Je gaat niet één washandje in de wasman doen. Dat doe ik over de radiator. Hè? Ah, dus er hangt daar een washandje wat door jouw kont heen is gegaan. Ja. Hangt gewoon een week aan de radiator. En dan is het weer Dat gaat elke dag maar schoon. Verdomme. Ik weet zeker om wat smeren. Ik ben dus benieuwd. Die hele radiator hou je vol met schijt. 10 washand of 10 hand? Luister. Onze luisteraars. Nee, zijn washand kan echt. Het is vies. Dus ga je met de hand door de kont? Of met een washand? Nee, je hebt gewoon met de hand, toch? Ja, de hand. Is toch en daarna, je bent dan met zeep bezig. Ja, dat ruik jij maar vies. Ja, maar je gaat er niet aan je handen ruiken. Nee, ik ga niet aan mijn handen ruiken. Je ruikt toch naar schuim, naar sop. Maar je maakt daarna wasjes toch? Je bent jezelf aan het wassen. Dat is toch het hele idee? Echt hele smeer. Ik vind je echt heel vies. Je kan ook gewoon die douchekop erop zetten. Ja, dat werkt ook heel goed. Ja. Eventjes lekker de straal erop. Ja, ja. Washandje, joh. Maar en doe je met hetzelfde washandje waarmee je door je naad gaat ook je oksels? Ja hoor, niks. Dan wil ik alvast alle luisteraars en 538 en iedereen in Nederland die luistert, kijkt, meerent, echt uit de grond van mijn hart bedanken. See you dance whenever I hear your favorite song. Then I turn it up and sing out loud while I dance along. We'll never have to say goodbye. Ochtendrun heeft opgeleverd voor Jeroen 884.890 euro. Live in de 538 ochtendshow, Teddy Swims. I said I would die. Een afgekeurde radiotuig drukt me gewoon iedere keer weg. Nou Tim, mocht je die scheidvoice me nog eens een keer afluisteren, bel dan een keer terug. Valse verdette. Maar ja, je zit natuurlijk weer met die FC Utrecht-fan, die Niels. Oh. Nou, dat blijft ook maar doorreten. In zijn geval staat FC niet voor voetbalclub, maar voor vetclub. Het is toch vreselijk. En die Rick Romeijn. Ach, wat aandoenlijk. Nou, vergeet hij niet op tijd aan te melden voor het ouderenfonds, hè. Anders laat de boodschappenbus hem gewoon zitten.
Nou, in die volgevreten kop van hem zo te zien, kan hij nog wel een paar weken zonder. Maar goed, daar bel ik naar die voor. Nee, ik wil een vacature plaatsen op die wanstaltige kabelkrant van jullie. Ik ben namelijk nog op zoek naar personeel van mijn Real Life Soap. Nou, ik zoek nog een cameraman met een grote dikke lens die gewend is om in het donker te draaien. Een geluidsman, of ja, geluidsjongen, liever een geluidsjongen, met een hele lange hengel en heel veel ervaring. En een productieassistent om een microfoon vast te houden. En mijn schoonmaakervaring. Regel ik de dettol. Dat kan toch niet? Nou, dus mocht je mooie ogen hebben en een volle bos haar, en dat moet er wel echt van jezelf zijn, dus jij valt af, Tim, bel dan snel naar 0909-6969. Nou, ik ben er klaar mee. Het is toch vreselijk. Ten slotte, dit bericht gaat over een slechte relatie, een man en een vrouw. Dat gaat al jaren heel erg slecht. Want die man die wil eigenlijk al jaren weg bij zijn vrouw. Ja. Heeft ook al jaren een andere vrouw. Ja. Maar hij heeft besloten, ik ga pas weg als de kinderen het huis uit zijn. Nou, eindelijk na jaren is ook de jongste het huis uit. Dat is het moment. Hij pakt zijn koffer, loopt het huis uit. Zo onder de bus. Dood. Nou, wat ik bedoel, zorg dus altijd dat je op tijd weg bent. Nou, deze waarschuwingen geef ik mee. Een nieuwe trend in vibratorland. Oh. Je hang je vertrouwde Tarzan dus maar aan de lianen, wordt gezegd. Heb jij een Tarzan? Nee. Oké. Okay. Maar de Satisfyer verdrinkt eigenlijk alle andere vibrators en tilt het vrouwelijk genot helemaal naar een ander niveau. Ja, ze zeggen dat ja, als je dit nu nooit hebt meegemaakt. Ja, wij kunnen er niet over meepraten. Nee, je kan er niet over meepraten. Nee, nee, nee. Maar ik heb jij wel niet uitgeprobeerd, dus ik wil iedereen hebben. Heb je er één dan? Nou ja, dan bestellen we die voor je. En dan, zouden we graag een review krijgen. Een review. Eigenlijk staat in dat artikel gewoon, weet je, als je eenmaal dit ding hebt, ja, dan kan de man alles en die kan gewoon de deur uit. Kan gewoon de deur uit. Er is gewoon volledig overbodig. Nou ja, er is gewoon niks wat daarbij in de buurt kan komen. Oh, dus, ja, maar even uitdaging durf ik wel aan te gaan. Maar is het ook zo, werkt het andersom ook zo? Ik bedoel, leg jij ook liever de hand zelf aan jou? Nee, natuurlijk niet. Nou, dat weet ik niet. Sommige mannen vinden dat misschien fijner. Nee, het is toch altijd fijner. Het is altijd fijner als een vrouw. Ja, dat doet. Nou ja, het gekke is eigenlijk dat er niks tegenover staat voor de man. Je hebt niet een mannelijke satisfier, toch? Nou, je hebt toch zo'n tegenwoordig van, hoe noemen ze het? Ik zou niet weten, maar ik ga rustig even voor zitten. Volgens mij noemen ze dat zo'n zaklamp waar zo'n... Zaklamp? Ja. Maar moet je je piemel daar dan inleggen? Een zaklamp zou ik niet doen. De vibrating flashlight. Dat is... Ja, het lijkt inderdaad op een zaklamp. Ding, nou, dat is niet best als je er zo... Ja, kijk maar. Het is wel een heel vies... Zaklampje. Ja. Het is wat het is. Een smoeselig zaklampje. Ja. Nou, weet je wat? Laten we dan een deal sluiten. Ik probeer die Satisfyer, dan jij die zaklamp. Ja hoor. Nou, ik weet niet of het zulke grote zaklamp is. Voor je lantaarnpaal hebben.